Nu, die man, die was eigenlijk componist, dus die maakte muziek, hè, zoals bijvoorbeeld andere componisten, zoals Bach of Beethoven of Mozart of zo. Maar die was eigenlijk tegelijkertijd een beetje uitvinder. Dus die probeerde zo nieuwe dingen te ontdekken in muziek. En heel veel dingen, dat denken jullie van, ah, die zijn nieuw voor mij, want die ken je niet, maar eigenlijk kennen jullie die stiekem wel, jullie weten dat al. Want John Cage is iemand die zegt van, ja, maar in de muziek, dan kun je bijvoorbeeld twee tonen hebben. Ik speel er bijvoorbeeld twee. En die klinken mooi samen. En dan zegt John Cage, die zijn een beetje verliefd op elkaar. Dat horen jullie ook, die klinken mooi samen. Nu, hij zegt dan ook, voor mijn hoofd, want ik vind dat alles wat een geluid is, dat dat niet muziek is. Dus stel nu, dat als we heel eventjes heel stil zijn en luister eens maar naar alle geluiden die hier rond jullie zijn en luister maar eens heel goed wat voor geluiden dat zijn. Dat je oren dicht houdt, van de horen het duurt aan. Duurt? Ja. Een bloedstroom? Bloed? Dorst? De bloedsomloop? Mijn hart. Uw hartslag? Dus ja. Is dat ook stil? Nee. Eigenlijk, ik denk dat ook, dat dat eigenlijk makkelijk helemaal stil is. Het kan nogal stil zijn, hè? Dat je denkt, oh, hier is niet veel lawaai. Maar echt helemaal stil kan het niet zijn. En die dacht van, ja, ik ga piano spelen, maar niet zoals de andere mensen dat al hebben gedaan. Ik ga dat een beetje anders doen. Ik ga de piano een beetje uit elkaar halen. Dus, ik ga eens gewoon een noot op de piano spelen, hoor. Dat kennen jullie, hè? Ik heb het al vaak gehoord. Nu speel ik een noot waar ik een vijs heb tussen jullie. Oei, zijn we zelf? Ik ga er nog een ander doen, hè? En nu pak ik het waar dat ik de bamboe tussen heb gestoken. Dat hoorde niet zo goed, hè? Een beetje beter. Hè? En nu met de tochtstrips. En hier heb ik ook nog een vijf. Dus John Cage die zegt, ah, dat is leuk, ik ga daar stukjes mee maken. Ik begin die te spelen. Maar... Jij en jij. Kies een toets uit mijn plakkertje. Ja, zijn jullie klaar? Luisteren. Mooi gedaan, een applausje voor jullie. Mooi, geef maar een applaus. Spelen is dat eigenlijk een venstertje dat opengaat naar alle geluiden die van de omgeving komen.
En als ik speel, is dat venstertje even dicht. Als ik terug stop met spelen, gaat dat terug open en dan luister je naar alles wat erbij komt. Dus elke keer als ik dit zou spelen, zou het anders kunnen zijn. Als er een kanon voorbij rijdt, is het anders dan, dan dat er een fietser voorbij rijdt. Dus. Dat 4:33, dat 4 minuten en 33 seconden stilte moet zijn. Dat is waar, ja. 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 Natuurlijk, dat zouden we ook kunnen doen, maar dan zitten we hier nu 4:33 en dan moeten jullie direct gaan eten. Ik heb natuurlijk voor een iets korter stukje gekozen, waar toch nog iets tussendoor gebeurt. En dat heet, dat stuk heet Wachten. In het Engels natuurlijk, waiting, hè? Dat is een Amerikaan, maar dat stuk heet Wachten. En die bel zat mee in het stuk, hè? Heb je dat gehoord? Ja. En dat was er een stuk van, hè? Dat was er een deel van. Hè? Dat was toevallig, was die bel daar en dan is het daar. Ook van die wel leuk en zo. Met, zeker met die speciale geluidjes en zo. En met die, spijkertjes. Speciaal met die feestjes op de snaren. John Cage houdt ook heel veel van stilte. En terwijl het er nooit stilte bestaat. Rond de muziek en rond Cage.